Nee, en met doen of doodgaan schrik je mensen ook alleen maar verder af natuurlijk. En ja, ik vind dat zelf, behalve dan die opmerking, ook niet zo erg. Want ik denk dat de problemen schromelijk overdreven worden. Je hoorde mij net al in een bandje zeggen klimaatterreur. Als je ziet wat er werkelijk aan de hand is, dan zie je, ik geloof dat de aarde sinds 1860 1 graden in temperatuur is gestegen. Nederland is voor 0,35% verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot. En als we dan die 0,35% toepassen, dan zie je, als we dat, die doelstelling van het klimaatakkoord van 49% in 2030, als we dat realiseren, dat we met 0,00007 de temperaturen verlagen. En wat moeten we daarvoor doen? We gaan daarvoor miljarden besteden. We krijgen een overheid die gaat zeggen hoe je moet autorijden, een elektrische auto, hoe je moet wonen, wel of niet met gas, of je mag vliegen of niet, wat voor voedsel je moet eten. Is het dan zo dat u zegt het probleem is er echt niet? Nee, of nou, denkt u van Het probleem, en nogmaals, 97% van de CO2-uitstoot komt van de natuur, komt helemaal niet door de mens. We gaan daar heel veel voor betalen. En ik voorspel u, de gewone man gaat die prijs betalen. Niet mensen als, met alle respect, mevrouw Kaag. Als Henk en Ingrid, om ze zo nogmaals te noemen. Stel dat Tina allemaal die lasten van u nog een keer op vakantie willen. Dan krijgen ze van u een vliegtaks. Maar zelf vliegt u de halve wereld rond. Ik ben eens nagegaan, mevrouw Kaag. Hoeveel heeft u, vanaf dat u minister bent in 2017, hoeveel heeft u gevlogen? U heeft 178.000 kilometer gevlogen. Dat is 4,5 keer de wereld rond. 4,5 keer de wereld rond. Dus het zal me niet verbazen. Ze is minister van internationale zaken. Excuses, maar u heeft 4,5 keer de wereld rond gevlogen. En dat zal me niet verbazen als Schiphol de Kaagbanen u genoemd heeft. Want u bent de absolute recordhouder op Schiphol als het gaat om vliegen. En het is hypocriet, want die gewone man die kan dat eigenlijk niet meer vanwege uw klimaatobsessie.